Ik ben dus Harro Boven. 2 jaar geleden heb ik namens de Jonge Democraten het plan Moedig Voorwaarts gelanceerd. En dat is een plan voor een onvoorwaardelijk basisinkomen in Nederland, waarmee we alle armoede uitroeien. Het basisinkomen heeft geen eenduidige definitie. Dit is de outline van mijn verhaal. Ik ga het kort hebben over de definitie, over de noodzaak, over mogelijke bijwerkingen, over tegenargumenten en risico's. En dan gaan we door naar het hoofdonderdeel van mijn verhaal. En dat is de financierbaarheid en betaalbaarheid. En tot slot sluit ik het dan nog even af met een stukje politieke haalbaarheid. Goed, zoals ik zei, geen eenduidige definitie. Vaak de volgende aspecten. Het is onvoorwaardelijk. En daarin verschilt het heel erg van uitkeringen zoals we die nu kennen. Want daarbij, bij het krijgen van een bijstandsuitkering is het bijvoorbeeld een voorwaarde dat je niet werkt. Of is het een voorwaarde dat je solliciteert, et cetera, et cetera. Een basisinkomen is onvoorwaardelijk, dus dat krijg je ook als je werkt. En dan krijg je het bovenop je salaris. Het is vaak tegen het bestaansminimum aan. Anders kan het namelijk niet al die voorwaardelijke sociale zekerheid vervangen. Het is persoonlijk. Dus het wordt niet op groepsniveau uitgedeeld, maar op persoonlijk niveau. Bon, waarom zouden we dat nou doen? Ten eerste leven in Nederland ongeveer 1,2 miljoen mensen in armoede. Die zitten zeg maar, als we het over de donut gaan hebben, zitten die binnen in de donut. Die hebben niet genoeg, volgens de definitie van het Sociaal-Cultureel Planbureau, hebben die niet genoeg om in hun dagelijkse, in hun basale levensbehoeften te voorzien. En het doel is om die natuurlijk uit die donut, uit het gat van die donut, op de rand te drukken. Dat is één reden. Ik heb hem erbij gezet, veel mensen geloven dat door automatisering veel banen gaan verdwijnen. Er zijn ook veel mensen die dat niet geloven. Waar iedereen het wel over eens is, is dat er een grote verschuiving plaats gaat vinden in die banen die er komen. En dat die gepaard gaat met een hele grote onzekerheid. Dus dan is een soort bazaal vangnet, zou dan een goed idee kunnen zijn. En tot slot, en dat vind ik persoonlijk het belangrijkste argument voor het basisinkomen. Dat is namelijk de huidige sociale zekerheid. Daar gaan we daar eventjes op in. Want de huidige sociale zekerheid, daar is nog wel het een en ander mee van doen. Dit is een aantal quotes over de effectiviteit van zogeheten activerend arbeidsmarktbeleid. Activerend arbeidsmarktbeleid houdt in dat de overheid geld besteedt om mensen die nu in een uitkering zitten, niet meer in een uitkering te laten zitten. Dat is nogal duur, kost ongeveer 6,5 miljard euro aan uitvoeringskosten per jaar. Er zijn 17 miljoen Nederlanders, dus... elke Nederlander betaalt elk jaar ongeveer 300-400 euro aan activerend arbeidsmarktbeleid. Het CPB heeft een metastudie gedaan naar allerlei verschillende varianten van activerend arbeidsmarktbeleid. En de conclusie daaruit van het effect was 0, 0, geen effect, afname, onbekend, 0, 0,1% onbekend. A 6,5 miljard. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, want een Europese metastudie... gaf over de 93 verschillende programma's van activerend arbeidsmarktbeleid in de EU, gaven ze de volgende quote. Dat het slechts in iets meer dan de helft van de gevallen een positief effect heeft. Dus stel je voor, je hebt een programma, daar geef je best wel een bak geld aan uit. En in iets meer dan de helft van de gevallen, midden in de foutmarge... doet het überhaupt iets positiefs? En dan hebben we het dus nog niet eens over de grootte van dat. Dus dat helpt niet. En dat is eigenlijk wel heel raar, want dan hebben we aan de ene kant hebben we dan een heel sociale zekerheidsstelsel opgetuigd.
om ervoor te zorgen dat mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien. En aan de andere kant hebben we een heel uitvoeringscircus gemaakt, waarvan eigenlijk het voornaamste doel, zoals de gemeenten erover zeiden, is om mensen te ontmoedigen om daarvan gebruik te maken. Dus eerst geef je toch grofweg 100, 110 miljard uit aan een sociale zekerheidsstelsel. Dan geef je nog eens 6,5 miljard uit om ervoor te zorgen dat mensen dat toch vooral niet gaan gebruiken. Mijn werkbasisinkomen, dit komt uit verschillende experimenten en pilots die daarmee zijn gedaan. Ik heb die hele lijst er neergezet, gewoon omdat dat je even als idee hebt waarom dat is. We hebben nu niet de tijd om in te gaan op het causale mechanisme van al die mogelijke bijwerkingen. Maar er zou heel veel moois kunnen gebeuren op het moment dat we dat in. Risico's. Wat hoor je nou vaak op het moment dat het over het basisinkomen gaat? Dat is ten eerste inflatie. Mensen zijn bang dat het geld minder waard wordt als je iedereen geld geeft. In zoverre hangt dat natuurlijk af van de vorm van het basisinkomen die je invoert. En wat wij gedaan hebben, is wij hebben ons financieringsvoorstel, dat is helemaal fiscaal, in tegenstelling tot monetair, waar latere sprekers vast nog over zullen gaan uitweiden. Dus, en dat houdt eigenlijk in, er wordt geen extra geld gedrukt. Dus dan gaat het geld op de ene plek eruit, op de andere plek komt het er weer in. Dat zal waarschijnlijk niet hele grote effecten op de inflatie gaan hebben. Dan hebben we het natuurlijk over massa-immigratie. Nou, dat is ook heel simpel op te lossen. We koppelen dat basisinkomen gewoon aan het Nederlandse paspoort. En tot slot een argument dat je een risico dat je vaak hoort, dat zijn overgangsperikelen. Dus hoe zorgen we er nou voor dat er niet mensen tussen wal en schip vallen tijdens de transitie? Dat hebben wij opgelost door alle mutaties, dus alle veranderingen in belastingen en uitkeringen in vijven te hakken. En dan elk jaar op 1 januari 20% erbij, 20% erbij, 20% erbij. Dus ik denk dat we het dan redelijk soepeltjes in kunnen voeren voor zover dat gaat met een onderwerp als dit. Dan echt tegenargumenten. Nou, dat zijn er eigenlijk maar twee. De eerste is, dan houdt iedereen op met werken. Ik denk persoonlijk niet dat dat waar is. Uit de pilotstudies blijkt ook niet dat het waar is. Het gemiddelde, heb ik me laten vertellen, was ongeveer 5% in ontwikkelde landen. Is bijvoorbeeld natuurlijk een land als Canada, is ook een ontwikkeld land. Maar wij hebben wel een aanzienlijk groter sociale zekerheidsstelsel dan in Canada bijvoorbeeld. En bovendien gaat werken wel gewoon weer lonen. Want als jij vanuit een uitkeringssituatie gaat werken, dan op dit moment ga je er dan financieel eigenlijk niet op vooruit. Met een basisinkomen krijg je dan gewoon je volledige salaris er nog bovenop. Dus eigenlijk waar we voor zorgen is in plaats van dat we mensen als ze in een uitkeringssituatie zitten en ze gaan werken, dat we ze gaan pesten om uit die uitkeringssituatie te komen, zeggen we, goh joh, als je gaat werken, dan krijg je meer geld. Ja, zo simpel kan het soms zijn. En er is natuurlijk het 80-80 effect, dat is ook nog wel leuk. En van de basisinkomen enthousiasten hier in de zaal, die zullen het ook wel gehoord hebben. Dat is namelijk dat 80% van de mensen zegt van ja, andere mensen die gaan niet meer werken als ze een basisinkomen krijgen. En dat dan vervolgens ook 80% van de mensen als je vraagt van goh, zou jij nog gaan werken als je een basisinkomen krijgt? Zegt, ja, ik wel, mijn baan is toch hartstikke leuk. Dus nou ja, dat op de een of andere manier zit daar iets scheef. Dus ik ga ervan uit dat de mensen het zelf dan toch ietsje beter weten. En dan, het is onbetaalbaar. Nou ja, dat is op zich, is dat als er geen financieringsvoorstel ligt, is dat natuurlijk een heel goed punt. Dus daar dachten wij als jonge democraten, daar gaan we ons tegenaan bemoeien. En hebben wij Moedig Voorwaarts gelanceerd, al eerder genoemd. Dus dat is een volledig gedekt plan voor een basisinkomen. Deze slide, ik vind het heel leuk om uit te leggen, want die negatieve inkomstenbelasting die is heel erg mooi. Hij werkt wiskundig, werkt hij ook heel erg mooi.
Alleen ik heb ooit een keer de feedback gekregen dat ik vooral mezelf daar heel erg blij mee maakte. Dus mocht je nou willen weten hoe het precies werkt, vraag het mij alsjeblieft. Ik vind het super leuk om het uit te leggen. Voor nu is het genoeg dat jullie de negatieve inkomstenbelasting zien als een manier om het basisinkomen te verrekenen met de belastingaanslag. Dan zijn we nu aangeland bij de hoogte van het basisinkomen. In Nederland heeft het Sociaal Cultureel Planbureau, die stelt armoedegrenzen vast. En die armoedegrens die varieert op basis van het huishouden. Dus voor een alleenstaande is het een kleine 1200 euro, voor een stel is het ongeveer 1500 euro, etcetera. Wat wij wilden doen is alle armoede uitroeien met ons plan. Dus wat we gedaan hebben is de hoogte toch nog voor een deel koppelen aan hoe je huishouden eruit ziet. Concreet komt dat erop neer dat een alleenstaande dat er 600 euro echt persoonlijk is, 600 euro woontoeslag is. En dan heb je dus als alleenstaande krijg je de hele woontoeslag en je persoonlijke gedeelte zit je op 1200 euro's boven de armoedegrens. Als je als stel twee meerderjarigen samenwoont, dan krijg je allebei je eigen 600 euro plus allebei de helft van de woontoeslag is 900 euro per persoon, etcetera. En omdat de hoeveelheid kinderen in een huishouden ook afhangt voor de armoedegrens, is op zich ook logisch. En we natuurlijk zeker niet willen dat kinderen in armoede leven. Dat doen er 400.000 in Nederland. En dat is eigenlijk, vind ik in ieder geval niet zoals het hoort. Doen we ook 300 euro per kind. Zullen we de vraag aan het eind doen? Of praat ik te snel? Van die 164 komt ongeveer 120 miljard euro. Dat is 75%. Komt uit dingen die we kunnen afschaffen. Dus dat is bijvoorbeeld de AOW, dat zijn bijvoorbeeld heffingskortingen. Daar heb ik ook de hypotheekrenteaftrek onder gerekend. Want ja, ik bedoel, van dat ding moeten we toch ook eigenlijk een keer af. En dan blijft er nog 30, 40, een beetje afhankelijk van je definitie, blijft over om te financieren. Dus dat zijn dan de echte kosten van het basisinkomen. De rest is gewoon broekzak, vestzak op een bepaalde manier. Behalve dan natuurlijk dat je die 6,5 miljard uitvoeringskosten bespaart. En dat hebben we gefinancierd voor ongeveer 40% van het tekort. Ongeveer 40%, dat is ongeveer 14 miljard met een vermogensbelasting. En dat is helemaal geen gekke vermogensbelasting. Het enige wat we doen is het eigen huis meetellen voor het vermogen en hem licht progressief maken. Dus tot 50.000 betaal je niks. Van 50.000 tot een miljoen netto vermogen betaal je 1,2%. Dat is het huidige tarief. Boven een miljoen betaal je 2%. Dat is dan de nieuwe schijf. Maar dat is verder is dat dus niet zo spannend. Ongeveer datzelfde bedrag halen we uit milieuheffingen. En dat is dan vooral het afschaffen van bijvoorbeeld de degressiviteit van de energiebelasting. Oftewel ervoor zorgen dat grote bedrijven net zoveel energiebelasting betalen als burgers. En het verhogen van bijvoorbeeld benzine- en dieselaccijns. En dan nog met een paar kleine wijzigingen die voor een deel ook ideologisch zijn ingegeven, waaronder bijvoorbeeld de erfbelasting, kom je dan op de benodigde 30 miljard die nog nodig is om dit basisinkomen, waarmee we alle armoede uitroeien, te financieren. Praktische uitgangspunten, dat is net al een beetje besproken. Een einde aan armoede, invoerperiode van 5 jaar... belasting op expats, die minimale, is 0 euro. Dus dat komt er eigenlijk op neer. Als een expat genoeg verdient om niks te hoeven krijgen van de staat, dus om zijn hele basisinkomen in belasting te betalen, dan mag hij het houden. Als dat niet zo is, dan krijgt hij geen geld terug van de staat. Nou, dat noem ik nog eens een expatregeling. En vermogensbelasting en erfbelasting zijn gekoppeld aan nationaliteit om ontwijking daarvan te voorkomen. En ziekteuitkeringen blijven buitenschot. Dus op het moment dat je ziek, arbeidsongeschikt, etcetera bent, dan blijft dat in principe voor je basisinkomen buitenschot. Dus daar,
die mensen die ziek zijn, die gaan er sowieso niet op achteraan. Politieke haalbaarheid dan. In Nederland is op dit moment 30-40%, een beetje afhankelijk van de poll die het vraagt, is voor. En dat zijn dan polls waarbij ik ook naar Alexander nog even wil, omdat Alexander het zei, even wil benadrukken. Polls die vaak nogal matig geformuleerd zijn, zoals bijvoorbeeld ING had er laatst één, waarbij ze er heel suggestief bij zetten dat het 100 miljard zou gaan kosten. Nou ja, we hebben net gezien dat als je een beetje je best doet om daarop te rekenen, dat het ongeveer 30 is. En dan is 30-40% in Nederland is voor. In de EU is het zelfs 62%. Dus dit heeft wel degelijk politiek draagvlak. En of dat dan sociaal of liberaal is, dat is ook interessant. Want dat is niet zo. Het is heel onafhankelijk van het politieke spectrum. Of waar je zit op het politieke spectrum. Of je voor het basisinkomen bent of niet. Vaak wordt het een beetje geassocieerd met de linkse hoek. Maar bijvoorbeeld de meest rechtse econoom die er is geweest, zo'n beetje, de meneer Milton Friedman, die was ook voor een vorm van een basisinkomen. Dus eigenlijk hangt de politieke kleur van het basisinkomen hangt vooral af van de hoogte en wat je er verder bij afschaft. En dat zou het in principe een heel interessant onderwerp maken voor een soort grand bargain in onze polder. Dat vind ik ook wel interessant aan. Want nou ja, sociaal is dus bijvoorbeeld dat het een einde kan maken aan armoede. Dat er de onderhandelingspositie van werknemers verbetert. Want ja, als je niet meer per se van je werkgever afhankelijk bent voor je dagelijks brood, dan kun je ook wel meer salaris vragen. En het belonen van niet-commerciële maatschappelijke bijdragen zoals mantelzorg. Heel liberaal aan het idee is dan weer dat je heel veel bureaucratie eruit helpt. Dat je ervoor zorgt dat werken weer gaat lonen. Dat is ook een heel belangrijke. En dat je misschien de deur openzet voor een flexibelere arbeidsmarkt. Allemaal wat er uit onze geweldige polder komt. Conclusie. Een basisinkomen heeft vele voordelen. Een basisinkomen is in principe financieel haalbaar. En dan kun je daar oneindig mee schuiven in hoe je het precies gaat financieren. Maar eigenlijk is het dus niet zozeer, kun je wat mij betreft niet zozeer voor of tegen het idee zijn, maar kun je voor of tegen een bepaalde variant zijn van een basisinkomen. Met politieke wil kan het misschien zelfs wel de middenpartijen verenigen. En wat we tegenwoordig hebben natuurlijk, dat is al lang bezig, maar steeds meer populisme, allerlei dat soort dingen. En is dan altijd de aanklacht van het partijkartel levert niet. Dus zeg maar, ze doen niet waar de burgers echt wat aan hebben. En ik denk dat dit concept daar verandering in zou kunnen brengen. Nou, dat dus wil ik jullie vragen. Als jullie vragen hebben, stel ze nu. Ik wil dus vooral iedereen verzoeken of ze die vraag willen stellen over die wiskunde achter de negatieve inkomstenbelasting. Maar anders hartelijk dank. Ja, nee, blijf lekker staan, want we hopen dat er inderdaad vragen uit de zaal komen. Ik heb hier een... Oh ja, het mailadres. Zou je dat nog eventjes kunnen geven? Ja, dat is harroboven@hotmail.com. Dus dat, oh, die dus... heb je gewoon al 15 jaar. Waarschijnlijk. Ja, die heb ik al 15 jaar. En ik ben ook al 15 jaar heel erg blij dat het niet harrolovslinkinpark@hotmail.com is. Is er een link? Gaat u even naar... staan als u wilt. Kunt u even zeggen wie u bent? Ik ben Petra Heuts. En ik ben nieuwsgierig of je een link hebt naar je wiskundige uitleg. Je kunt gewoon op moedigvoorwaarts.nu kijken. Dus dat is onze actiesite en daar hebben we het ook op uitgelegd. In Antwerpen hebben wij uitgebreide studie, misschien die ook in Nederland nog wel wat langzaam heeft getrokken, maar we hebben doorgerekend verschillende soorten van modellen. De vraag is, er was een aantal rekenvoorbeelden in België waaruit bleek dat veel mensen onder die rekenvoorbeelden er toch vrij negatief van afkwamen als we het vervingen door een basisinkomen.
De vraag was of ik die studie had gezien en wat mijn reactie daarop is. Mijn reactie daarop is dat, dat ik die studies voorbij heb zien komen. Dat ik zo geloof dat je een variant van het basisinkomen negatief uit kan vallen voor bepaalde groepen. Dat het daarom ook heel logisch en verklaarbaar is dat je tegen die variant van het basisinkomen bent. Maar dat wat vaak gebeurt, zeg maar de innovaties in het model dat wij gemaakt hebben, is dat we het niet hebben gefinancierd uit de inkomstenbelasting, wat bijvoorbeeld een belangrijk punt is. Dus wij juist vermogen en vervuiling hebben we aangesproken. Terwijl heel veel modellen zeggen van, ja, wij financieren het uit de inkomstenbelasting, dus dan moet iedereen 60% inkomstenbelasting betalen. Nee, dat is niet waar. Je kunt het ook nog op andere manieren financieren. Dus... Maar volgens mij, als ik je toch even mag onderbreken, is het heel concreet. Want ik weet nogal veel van de mensen in de bijstand natuurlijk af. Ik denk dat het voor werkende armen een heel goed idee is, het basisinkomen. Maar als je alleenstaand en je zit in de bijstand en je hebt alle subsidies en toeslagen, dan denk ik dat je op een hoger bedrag uitkomt dan die 1200 per maand die jullie voorstaan. Die 12, het zou zeker kunnen. Ik sluit niet uit dat er mensen op achteruit gaan in ons systeem. Daarvoor krijgen ze wel een heleboel vrijheid terug. En die 1200 is wel dus alleen als je alleenstaande bent. Ja. Dus als je bijvoorbeeld kinderen hebt, dan krijg je per kind krijg je er nog €300 bij. Dus het is niet zo dat de bijstandmoeder met twee kinderen, dat die van €1200 per maand zonder zorgtoeslag, huursubsidie, weet ik veel wat, moet leven. Nee, die krijgt €1800 per maand en die mag daarbij onbeperkt bijklussen. Is dat genoeg antwoord op uw vraag? Oké. Volgende vraag, ja meneer. Ik ben Ron Smit van de Basisinkomenpartij en ik vroeg me af toen ik dat die €1200 zag, waar zijn de huursubsidie en de zorgtoeslag gebleven? Vervallen die dan? Die vervallen. En waarom dan? Want je kunt daar niet van leven van €1200, tenminste niet hetzelfde idee als wat we nu hebben. Maar goed, daar hebben we het net ook al eventjes over gehad. Ja, het Sociaal-Cultureel Planbureau vindt, in de tijd dat ik dit model maakte, €1162 voor een alleenstaande de armoedegrens. Daar zijn we boven gaan zitten. Dat is ook wel een goed onderwerp van gesprek, maar daar moeten we het misschien later nog wat langer over hebben. Dat is een hele discussie op zich, denk ik. Daar is een... Ik heb een vraag. Ik ben groot voorstander van dit stelsel van negatieve inkomstenbelasting. Alleen ik vroeg me af, je had het over koppelen aan nationaliteit. Zit je dan niet in de weg met vrijhandel van verkeer in de EU? Of hoe zie je dat? Ik denk op zich niet dat we daar daarmee al te zeer mee in de weg zitten. Waarom zou dat een groot probleem zijn? Omdat je wil, zeg maar, het idee was het negatieve inkomstenbelastingstelsel te koppelen aan het nationale paspoort. Maar ik denk dat dat wettelijk niet haalbaar is. Dus ik denk dat je misschien beter, in mijn opinie, een Europese basisinkomen kan promoten. Of hoe zie jij dat? Of ben je dat niet mee eens? Ik ben zeker niet tegen een Europees basisinkomen. Ik denk wel dat het een stuk verder weg is dan een Nederlands basisinkomen. En ik denk ook dat heel veel Nederlanders van de hoogte niet echt heel gelukkig gaan worden. Ik denk dat je best kunt differentiëren op basis van een paspoort. Dat doen we nu bijvoorbeeld ook al met uitkeringen. Als Duitser hier over de grens komt, dan kun je ook niet zomaar een uitkering aanvragen. Ik noemde net de expatregeling al. Dat is in principe ook een soort, dat is ook differentiatie op basis van het paspoort. Dus ik zou niet weten waarom EU-regels dan dit in de weg zouden staan. En als ze dat wel doen, dan moeten die EU-regels maar veranderen. Dat is ons probleem niet. Mijn naam is Huub van Baal. Wat ik in jouw betoog een beetje mis, is de effecten op wat werkgevers organiseren. Op dit ogenblik is het verdelen van werk en inkomen volledig mis in Nederland. Daarom praten we onder andere over basisinkomen. Maar wat ook mis is, is dus ontslagrecht en allerlei andere zaken. En investeringsdrang in mensen van werkgevers. Ik voorzie dat als je dus de economische effecten
gaat doorberekenen dat de innovatiekracht, de concurrentiekracht van Nederland op wereldniveau weer gaat toenemen, waardoor dus ook Nederland in ene weer een heel stuk welvarender wordt, waarvan je dus weer een groot deel kunt terugbrengen richting basisinkomen. Dat kan ik me voorstellen. Ik ben wel echter econoom genoeg om niet vast te willen te komen te zitten in dat moeras dat je moet gaan speculeren over secundaire effecten. Dus wat wij met dit model gedaan hebben is te laten zien, als we aannemen dat de secundaire effecten netto nul zijn, want die secundaire effecten die kun je eigenlijk toch niet weten, want ja, het is nog nergens en het is een complex systeem. Dus als we ervan uitgaan dat die secundaire effecten netto nul zijn, dan is het betaalbaar. Ja. Gaat u staan? Gaat u staan? Ja, mijn vraag is, Ron Smit heeft wel een verstandige vraag gesteld. Want ik heb zo vaak heb ik wel begrepen dat de basisinkomen is ook gedeeld in twee gedeeld. 600 plus 600. Ja, die woontoeslag, dat is gewoon een moeilijk verhaal. Ik zou puur ideologisch zou ik ook zeggen, ik heb liever dat het gewoon een volledig individueel basisinkomen is. Echter, als je kijkt naar de betaalbaarheid en kijkt naar hoe het huidige sociale stelsel in elkaar zit, dan is het wel nodig om ervoor te zorgen dat iedereen echt rond kan komen en dat het toch niet super duur wordt. Gaan de kosten mee gepaard? Ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Omdat je gewoon in principe in de gemeentelijke basisadministraties weet wie waar woont. Je weet wat officieel een adres is. En daar kun je gewoon dit deelsommetje op loslaten. Je weet hoeveel mensen er in een huis wonen. Je weet dat die mensen allemaal een gedeelte van die 600 euro moeten hebben. Dus ik denk dat de uitvoeringskosten daarbij minimaal zullen zijn. Helaas, ik moet het hierbij laten. Het is veel te kort, dat realiseer ik me. Maar anders komen we niet aan alles toe vandaag. We hebben namelijk nu ook nog een muzikaal en artistiek intermezzo van Noortje en Egon. Hartelijk dank, houden we over. Ik steel deze nog even en veel plezier verder. Ik hoop nog een aantal van jullie bij de lunch te spreken. Precies. Adios. Precies.